Goedemorgen, het is weer vrijdag vandaag. En weer terug van winkelen met Daniella. Mijn camera's batterij was leeg. Worst vlogger ever. Oh ja, waren boeken 3 voor 12,50, maar we konden er geen 3 vinden. Nee hoor, die zijn goed. Hier, een vinger kan ik erop leggen. Hele goedemorgen, het is weer vrijdag vandaag. En ik had moeite om op te staan. Ja, ik had echt heel veel moeite. Maar goed, ik ben er weer. Ik heb weer havermout. Ik heb alles, mijn telefoon op tafel en zo. Havermout, koffie. En ik ga weer werken bij een cliënt van mij. En dan daarna ben ik vrij voor 3 dagen. Yes, dat is wel even lekker. Dan kan ik even door aan de website. Dat vind ik geen werk. Dat vind ik allemaal geen werk. Dus dat hoort gewoon een beetje bij wat ik leuk vind. Aan de website verder en... Oh ja, natuurlijk. Heel veel edit dingetjes te doen. Want ik heb een hoop extra video's had ik opgenomen. En die zijn dus allemaal nog niet online gekomen. Omdat ik gewoon geen tijd had om ze te monteren. Dus dat kan ik ook mooi even allemaal doen. In die 3 vrije dagen. Want het is Pasen natuurlijk. Dan zijn wij niet zo'n paasvierders. Dus ik heb wel een paastak hier achter me. Maar, en Daniella komt eten op maandag. Maar nou, dat doet ze elke week. Anyways, ik ga opschieten. Anders kom ik nog te laat ook. Even ontbijt opeten. Havermout dus. En ik ga het niet eens laten zien. Het is gewoon havermout met koffie. Tot straks. En inmiddels ben ik weer thuis. En is het tijd om even wat te gaan eten. Daniella belde net. Die wilde even met mijn centrum in. Dus goed, ik moet toch ook nog andere gimpen hebben. Dus dat is wel heel erg hard nodig. Isabella? Ja? Bella? Oh, zo blij is ik gevlogd. Goed, ik wil wel even vast een vlog gemonteerd hebben. Voor een gedeelte dan. Als blijft dat in mijn hoofd zitten. Weet je, dan vul je wat centrum in. Dan denk je, ja, maar moet wel even opschieten. Want ik moet dat nog doen, ik moet dat nog doen. Dus ik wil ervoor zorgen dat ik alles hier gedaan heb. Dat ik dat gevoel niet heb. En dan gaan we aan het eind van de middag gaan we even het centrum in. Eerst even wat eten. Ik heb heel erg honger. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet eten. Ik denk gewoon een boterham, zoals altijd. Ja, ik zie jullie straks weer. Ja. Alle klusjes zijn klaar die gedaan moesten worden. Ik ga nu Daniella ophalen en we gaan even het centrum in. En weer terug van winkelen met Daniella. Mijn camera's batterij was leeg. Worst vlogger ever. Elke avond doe ik hem altijd in de oplader. En juist nu ben ik het gewoon 2 dagen al vergeten. Zit hij gewoon in mijn tas, die camera. Gewoon vergeten. En wilde hem aanzetten. Charge battery of zo, weet ik veel. Hij zei in ieder geval dat de batterij leeg was. Maar ik zal eventjes laten zien wat ik heb gehaald. Ik ging voor schoenen voor mezelf. Die heb ik niet. Kijk hoor. Ik zal even de camera draaien. Kijk, bij de HEMA ben ik geweest. En we vergrijpen steeds mis aan hoeslakens. Dus ik heb voor een tientje een hoeslaken voor... Volgens mij voor Steven heb ik deze gehaald. Oh ja, waren boeken 3 voor 12,50, maar we konden er geen 3 vinden. Maar deze was 5 euro. Eén ding, ik ken het boek. Ik heb hem op mijn e-reader, maar ik vind dit leuker lezen. En ik ging voor schoenen voor mezelf, maar het zijn schoenen voor Michelle geworden. En ze gaat ze nu passen. Ik heb er niet om gevraagd, even disclaimer. Nee. Ik kreeg deze foto van Daniela. Ja, we vonden ze leuk voor je. Hier. Ja. Ik had ze breder verwacht. En ik mocht ze niet, want Daan heeft ze en ik mag ze dan niet. Nee, dan mag ze inderdaad niet. Het is een groot gelijk. Ik kon voor mezelf dus totaal niks vinden, hè, aan schoenen of zo. Heb ze bij Van Haren? Ja. Ja, die heeft dus af en toe van... Van Haren heeft leuke schoenen, hoor. Van merkschoenen. Maar ze hebben ook tassen, alleen de kwaliteit is gewoon echt bagger. Nou, schoenen op zich is altijd wel goed, hoor. Ja, maar tassen niet. Zit er niks in? Geen. Dan moest dus echt je maat gokken, want... Ik had 38 aangetrokken en die was zo klein. Ah. Te klein? Ja. Voel maar. Nee, meen je. Nee hoor, die zijn goed. Hier, een vinger kan ik erop leggen. Nee, het is een beetje... heel strak. Ja, het zijn strakke schoenen. Je moet even die veetjes een beetje losser maken. Die moet juist strak. Dan heb je helemaal zeilboot schoenen. Ik heb echt grote voeten. Het valt wel mee als je ze zo ziet. Klopt. Maar met de schoenen aan die net even te lang is, komt omdat die neus een beetje smal loopt. Ik denk dat je ze uit moet lopen. Ze zijn van leren. Ja, maar weet je, het is ook... komt beter dan maar. Hebben we gedaan. Dit is 41, 1/3. Je zei 40 en een half.
Dat zei die vrouw, want ik zei, ze vallen klein toch? Want ik had 38 had ik gepast en ik heb normaal 38. Maar volgens mij moest ik wel 39,5 of zo pakken. Want volgens mij is dit de grootste mate van. Krijg ze niet open. Wow. Ja, we eten pizza vanavond. Nerven. Nee, die komt morgen. Ik heb ribbelfriet voor je in de airfryer gehaald. Gaat het echt een tijd uitlopen worden, want ik ergert me echt weer. Deze ook strak? Want je hebt altijd één voet die wat groter is, toch? Ja, maar deze zit minder. Echt heel smal. Nou, dan moeten we ze maar terugbrengen. Jammer. Super jammer. Ze zijn wel leuk. Ze zijn echt wel leuk. En als we er nou kranten in douwen in de voorkant, dat ze iets groter worden. Misschien hier. Hier zit het echt, is het pijnlijks. Voor maakt niet echt super erg uit. Het is echt. Het is ook de manier van lopen is heel anders dan ik gewend ben. Omdat ik hakken heb, zeg maar. Ja, maar ja, dat is natuurlijk inderdaad anders, ja. Maar als ze niet lekker lopen, ga je ze niet aandoen. Dus, anders denk er nog even over. En dit heb ik gekocht. Van een zonnebrandcreme factor 50 voor de kids die hier komen. Even een klein tubetje, want het zal niet heel vaak nodig zijn. Deze ruikt zo erg lekker. Die is van de Hema. Ik heb hem nog nooit gehad. Maar naast bij Agnes rook ik een andere variant. Die ruikt ook al zo lekker. Nou, ik ga deze uittesten. Lijkt me zo fijn. Ja, ik had de BH's nodig, dus ik heb grijze en mint. Deze waren maar 9 euro met z'n tweetjes. En t-shirt BH's, gewoon een zwarte en een witte. Die waren met z'n tweeën 14 euro, dus dat, ja. Dus dit was een beetje mijn, mijn shopfeest van vanmiddag. Nou, die daar nog erbij en die er nog erbij. En dat was het. Ja, en dan de schoenen van Michelle natuurlijk daar nog. En daar twijfelen we over. Want ik denk dat we er even wat papier in douwen, zodat ze een beetje oprekken. Want ik kan ze wel gaan omruilen. Ik denk niet dat, dat ze nog grotere maat nodig heeft. Want qua lengte passen ze wel. Het is alleen, ze zijn een beetje smal. Ja, of we moeten gewoon totaal andere schoenen gaan zoeken. Maar ze vond deze zo leuk. Dus, ik ga even chillen. Ja, gewoon even op de bank, even niks doen, even serie kijken. Zo moe. Zo, dat is de worst vlog dag ever. Ik heb bijna niks gefilmd en dat kwam omdat ik mijn batterij... Nee, dat is gelul. Ik heb gewoon geen reet gedaan vandaag. Ik heb gewoon niks gedaan, dus... Sla deze maar gewoon over. Kijk vlug naar de volgende vlog of de vlog terug of zo als je die nog niet gezien hebt. Het is zo erg lastig, want het ding focust weer niet. Maar vond je hem toch leuk? Abonneer ik kan! En jullie zien me allemaal morgen weer. Dan wordt het vast een stuk leuker. Tot morgen. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!